Dit is jouw engel voor vandaag. Wow! Oh! Zo doet het toch! Zo, wat? Ik heb een probleem. Je hebt er een. Heb ik er een aan? Ja. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Superleuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en dit is Noël. Yay! En wij zijn echt gewoon maatjes vandaag. We hebben allebei Teddy aan. Super nice. Alleen een beetje spijtig dat dit niet Knolpower is en dit wel. Ja. Gewoon een Knolpower Teddy. Die is ondertussen helemaal uitverkocht, dus sorry daarvoor. Daar moest ik deze halen. Maar er staat nog andere vette dingen op knolpauw.nl. Over knolpauw.nl gesproken, Myron die gaat er vandoor. Ja. Geen idee wat dat te maken heeft met knolpauw. Maar jij gaat vandoor. Doei. We hebben Myron even uit de garage gebracht. Dat moest van jou. Ja, ik zei kom gezellig met ons meerijden. Volgens mij moet ik krabben. Oh. Heel glad. Ja? Echt heel glad. Wow. Hé, maar vraag even... Pas op dan, hè, in de auto, met autorijden. Ja, jij ook, hè, gek. Ja. Oké. Oké. We hebben altijd zulke goede gesprekken bij. Pas op, hè. Ja. Oké. Ik ging echt bijna op mijn bek, zag je dat? Nee. Oei, oei, oei. Ja, dan moet je wel even krabben inderdaad. We hebben een krabben hier. Moet je even Mr. Krabs vragen. Oké, doe maar, man. Veel succes. Nee, grapje. Hier, kom. Ik weet de oplossing. Jij wil lekker warm zitten, doe ik het wel. Zo, dat is lang geleden dat ik heb gekrabd. De laatste keer was toen ik SpongeBob keek. Waar zit het? Shit, dat is hoe de liefde eruit is gekend. Oh. En Noëlletje. Dan ga je weer naar binnen. Ze zijn wel echt goede snorbanden. Ja, ja. Hoppa! Oei! Maar dat is een hier! Oei, joh! Ik gleed echt bijna om mijn snuffert, gek! Oh, allemaal sneeuw in mijn broek. Ja, doe je goed. Hey, ik laat jou zien hoe je punten scoort, Noël. Je leert me veel, hé. Gewoon, Mario, lekker warm in de auto. Blijf nou in de auto zitten! Wat ben je vergeten? Je verstand! Goed, dat zou wel een puntje zijn. Nou, niet rennen, kijk uit, het is glad. Ja, dat is glad, hè. Niet rennen. Ja. Dat is een goeie. Toch rennen, hè? Toch rennen. Oh, het is er ook eentje, hoor. Nou, in ieder geval, Noël en ik gaan vandaag op avontuur. En Myron die gaat dus ook op avontuur met de Porsche. Blijft een prachtige auto. Oi, oi, oi. Zelfs in de sneeuw. En wat wij gaan doen vandaag, hebben we allebei nog nooit gedaan, denk ik. Dus dat is wel leuk, hè? Ja, kunnen we dat... Wat is dat? Hoorbox? Oh, ja. Dan kunnen we dat voor de eerste keer gaan doen vandaag. Ik heb er zin in. Nou, dat is mooi. Anders had je die auto uitgetrapt. Oh, wat is dat? Oh. Zo veel. Ja, dat is toch fijn? Oh. Ik heb dat ook wel eens gedaan bij vreemden. Dat is zo grappig. Dan kom ik gewoon zo op iemand af en dan zeg je, yo man, en zo, yo. En dan geeft zo'n box. Nee, jij doet niet zo, jij doet niet zo. Maar ja, hij pakt het gewoon zo heel gentle vast. Hè. En zo even knijpen eigenlijk zo. Goeie maat, hè? Goeie maat. Ja, mannendagje dus. Ja, mannendagje. Zo, dat kan je wel stellen inderdaad. Dus, daar gaan we weer. Mannen. Vissen. Doen we met z'n allen. Nee, wat was die andere ook weer? Die vorige? Volgens mij was het gewoon mannen. Hey. Dat, ja. Mannen. Hey. Ik hoor het nu net ook wel daar. Hey, pas op, het is glad. Nou, geef me een kus. Je komt weer terug, moet je opnieuw weer een kus geven, zo werkt dat. Het is echt glad. Ja. Doei. Doeg. Dank u. Dankjewel, jij ook. Voorzichtig, hè? Glad. Ja, met de auto, hè? Nee, voorzichtig met jezelf. Maar er zitten goede airbags in. En wel rustig aan doen. Oké, doeg. Doeg.
Zwaai terug! Zwaai terug! Ken je dat? Dat je zeg maar aan het bellen bent? En ik heb dat namelijk altijd met mijn moeder. Mijn moeder hangt nooit op. Jij moet ophangen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dan heb ik een gesprek met mijn moeder en dan zeg ik oké, doeg mam. En dan zegt ze doeg. En dan zeg ik doei. En dan zegt ze doeg. Dat is ook altijd echt van die verliefde koppeltjes. Doeg, doeg. Ik hou van jou. Nee, jij moet ophangen. Nee, ik ga niet ophangen. Nee, hang jij nou op. Nee, ik wil echt niet jou ophangen, schat. Hang jij nou op. Ik hou meer van jou. Ja, wie het laatste ophangt, is echt een lul. Ja. Pas op, het is glad. Zo, we hebben even... Was het lekker? Lekker, Ruk. We hebben even een lekker ontbijtje gehad bij het tankstation. Wat is dat eigenlijk? Punani. Ja, punani. Je hebt een lekkere... Ik heb weer een punani gebruikt. Punani hamkaas. Oh, lekker. Nou, lekker man. Ik heb lekker... €4. Dat is niet normaal hoor. Dure hap. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, dat is bij het tankstation. Daar moet je ook eigenlijk niet echt je ontbijtje halen, eerlijk gezegd. Maar ik heb nog geen boodschappen gedaan met Marwen sinds dat ik terug ben. Van vakantie een weekje. Dus ja, doen we het maar gewoon eventjes zo. Wat is dat dan? Mandarijnsappel. Er zit maar geen sinaasappelsap. Ik denk boostproeven, dat is echt zuur. Huh? Maar er staat wel mandarijn sinaasappelsap. Meestal als ze zo heel zuur zijn, zijn ze volgens mij te snel geperst. Bedoelt de mandarijn te snel of te hard op dat ding? Zie je dat voor je? Nee, ik bedoel te vroeg geperst. Oh, te vroeg. Dus ze zijn nog niet helemaal rijp. Jij bent ook een shoney hoor, jeetje. Hé, laat maar een slokje nemen. Te snel. Can I go fast? Ja, ja. Volgende. Ja, dat is heel zuur inderdaad. Maar ik hou wel van die dingen om dat even op te zoeken op Google. Stop mannetje in je neus. Je zit alleen maar te ruiken aan dat ding. Waarom is een kettingzaag uitgevonden? Dat krijg ik serieus als voorstel. De kettingzaag is in de 18e eeuw uitgevonden om vrouwen te helpen bevallen. Holy shit. Nu denk je, oh, vast op een manier waarop ik niet verwacht had. Jammer genoeg niet. De zaag werd gebruikt om de bekken van vrouwen te verbreden. Zodat de baby gemakkelijker geboren kon worden. Yo, bij deze. Naar alle vrouwen uit de 18e eeuw. Rest in peace. Zegt hij. Jeetje. Ik bedoelde respect. Rest in peace. Hoeveel hebben die benen overleefd? Waarom krijg ik dit ook? Ik doe waarom is en dan staat er meteen een kettingzaag uitgevonden. Waarom zijn cornflakes uitgevonden is opmerkelijk. De ontbijtgranen zijn bedacht om masturbatie tegen te gaan. Wat zijn dit voor feitjes? Wat? What? Cornflakes is bedacht om masturbatie tegen te gaan. Ik begrijp je helemaal niks van. Geloof je dat? Ja, ik geloof dat wel, want ik zie hier allemaal artikels over. Hoe stop je dat daarmee? Ja, dan moet je. Je hebt ook Google. Dan moet je het zelf even googlen. Stop het lekker in je neus. Ja, stop het lekker in je neus, cornflakes. Wat wou ik nou zoeken? Oh ja, wanneer is een mandarijn zuur? Als de schil tamelijk glad is en er strak omheen zit, oftewel moeilijk te pellen, heb je vaak met een zure mandarijn te maken. Dus je had gewoon hele strakke mandarijnen. Dit zijn hele strakke mandarijntjes. Dus niet te snel, maar dit is gewoon, deze was moeilijk te schillen. Wow. En de schil zat er strak omheen. Dat is wel best voor gedaan. Ja, vast, die machine. Ze doen gewoon dit eronder. Dus druk op een knopje en dan gaat hij zo. Oh, dat is precies gelijk. Wie maar welke machine doet dit ook met persen? Het verschil in smaak zit hem ook in de soort die je eet. Je hebt mandarijnen en clementines. Is het lastig pellen, dan heb je een clementine in je handen. En als de schil wat losser zit, is het een mandarijn. Zullen we gaan rijden? Zullen we gaan rijden inderdaad? Dat is wel een goeie. Oké, dit is echt niet chill, joh. Het is best wel hard aan het regenen. Oh, we zijn er wel. Het is zo lekker dat uitrekken. Goed, we zijn er in ieder geval. Het regent hard. Maar we gaan toch straks naar buiten. We gaan het koud krijgen. Maar ja, wordt het ijs niet zo super lucht? Ja. Goed. Ik ben mee weggegaan. Let's go, let's go. Pas op, het is glad. Ik vind het zo mooi dat Daniel een voordeur heeft die gewoon van glas is. Besef je dat wel? Hoe gek het is dat dit de voordeur is? Ja, dat is wel raar. Yo! Wel Yo! Hey. Alles goed? Ja, zeker. Nice. Lekker man. Oi, oi, oi. Daniel's aquarium. En er zit gewoon een nieuw maatje in. Benny. Zo vet, hè? Heet hij Benny officieel, ja? Ja. Dames en heren, dit is Benny de snoek. Kijk dan hoe vet. Er zit gewoon een snoek in zijn aquarium. Lijp, hè? Hier zitten nog de baarsen. Kijk, daar heb je een baars. Echt een ziek aquarium. De baarsen zitten daar een beetje in de hoek. En hier is dus Benny. En je hebt Jopie. Die heb je daarachter, maar die is moeilijk te zien. Die zit daar even lekker te chillen. Maar deze is echt mooi, man. Ook gave strepen, ja. Een tijger. Cool man, je hebt nog een beetje... Slaapkoppie. Een slaapkoppie, ja. Ja, kan. We hebben wat voor, een cappuccinootje. Lekker. Ijspoepen. Wat zeg jij nou weer? Ijspoepen. We gaan ijsvissen. Wat zit je nou altijd in de kloten met die gitaar? Hij zit altijd in kloten, die gast. Hij rijdt de gitaar niet terug in die standaard, ben kijken. Kom alvast. Oké, wat heb je achter je hand? Ik heb iets voor jou, je gaat echt vet vinden.
Oké. Dit is jouw hengel voor vandaag. Wow! Dit is de kleinste hengel die ik ooit heb gezien. Waarom zo klein? Waarom niet gewoon een dikke bamboestok of zo? Ja, omdat je een gat vist. Oké. Gewoon recht naar beneden. Nou, geniaal. We gaan serieus. Dit is toch geniaal? We gaan hiermee je vis vangen. Dit is wel vet hoor. Kijk dan hoe klein die is. Ik heb schoenmaat 44. Het is... 45? Het is 45 denk ik. Zo klein is die. Oh, maar dat kan jij niet gebruiken, man. Kijk, even knophouden, sokje erbij. Ja, maar 45 niet. Ziek hoor. Maar dat kan dan wel gebruiken. Echt klein. Maat 44. Wat? Zo klein is hij gewoon. Echt heel erg vet. Ja, maar dat is kapot, ja. Oké, we gaan vissen en we nemen mee alvast een vis. Stel voor we vangen niks, dan kunnen we met deze nog even een thumbnailtje maken op het ijs. Zo van, en dan ijs vissen. Ja, neem hem maar mee, hoor. Ja, neem hem mee? Ja, dan moet ik wel heel blijven. Ja, dan moet ik even cijfers. Neem deze mee. Ja. Oké, we gaan in ieder geval ijs vissen, dus dat wordt echt grandioos. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Daniel heeft het gisteren gedaan en die heeft ook al een plekje waar hij gisteren dus wat voorbereidingen heeft gedaan. Hij heeft al wat stukken eruit gesneden met een kettingzaag. En nu is het wel een leuk moment om dat even op te brengen. Want weten jullie waarom een kettingzaag is uitgevonden? Zal het door het ijsvissen zijn? Nee. Heb jij enig idee? Onkruid. Nee? Heb jij enig idee waarom een kettingzaag ooit uitgevonden is? Om mee te zagen, man. Ja, maar wat te zagen? Boom. Nee, geen boom. Mensen zeggen het maar. Nee, ik heb het vanochtend gegoogeld. Steenzaag. Serieus, let op dit. De kettingzaag is in de 18e eeuw uitgevonden om vrouwen te helpen bevallen. Nu denk je, oh, vast op een manier waarop ik niet had verwacht. Maar jammer genoeg niet. De zaag werd gebruikt om de bekken van vrouwen te verbreden. Zodat de baby makkelijker geboren kon worden. Hij grijpt meteen bij zijn bekken. Ja, hoe ziek is dat? Dan kan je toch net zo goed even met een hamer per tikje zo even die bekken even kraken. Jij bent een sadist. Nee, dat is wel gemeen. Dat is heel bizar. Ja, dat is echt gek, hè? Ja, maar met een kettingzaag is niet gemeen. Er zitten allemaal veren aan die kettingzaag. Dat is helemaal nergens op, man. Dat is toch bizar? Ik kan me niet inbeelden hoe ze dat dan deden. Ik denk keizersnee of zo, toch? Gewoon met die kettingzaag. Oh. Ja, met ik veel. Ja, ja, echt, echt krankzinnig. Oké, we pakken mijn spul en nemen gewoon. Wat is het ook een gast, hè? Kijk hem nou. Gele auto, gele jas, gele helm. Veilig op rijden, jongen. Ik weet zeker dat als je gewoon zo op de snelweg gaat rijden, mensen zien dat ze helemaal stuk gaan. Zo rijden. Ja, het is in ieder geval wel veilig. Want ik bedoel, het is koud, alsnog wel. Het heeft geregend, het is glad op de weg. Ja, is een helmpje op zich niet zo'n slecht idee. Ja, meneer, mag ik u wat vragen? Ja, tuurlijk, meneer. Weet u toevallig ook waar de magere kwark ligt? Ja, dat is het einde van het pad rechtsaf en het einde links. Super. Dank u wel. Werk ze nog. Oké, we gaan even mee met Gio. Waar breng je me mee naartoe, Gio? Oh my god. Wat? Dat wist ik helemaal niet. Ik zag al net staan. Wow, dat wist ik helemaal niet, Gio. Nee. Wow, wat ziek. Ja, natuurlijk wel. Ik heb die deal zelf gesloten, maatje. Wil je er eentje voor school? Ik heb er al zo'n een. Ja, je hebt er al een, hè? Die heb ik al lang gegeven aan jou. Hé, jongetje. Wil jij eentje? Ja, hoe ziek is dit, mensen? Gewoon mijn knolpower lunchbox en mijn knolpower schoolbekertje. Super vet, toch? Echt heel gruwelijk. Ik ben er helemaal blij mee. Echt super nice. Oké, daar zijn we, dames en heren. Misschien kunnen jullie het nog eventjes terughalen, deze plek. Van een keertje eerder dat ik hier met Daniel was. En ook met Francis en met Myron. Toen heb ik hier namelijk ook gevist. En toen hebben we wel een paar mooie visjes gevangen. Waaronder een snoek. We hopen vandaag een snoek uit het water te halen. Het liefst zo'n grote als dat hier achterin al ligt. Maar ja, dat moeten we nog maar eventjes gaan zien. We gaan sowieso vangen. Maar echt 100.000% gegarandeerd gaan wij vangen. Het is alleen nog steeds een beetje kakkie weer. Het is aan het regenen. Nou, die gast van Jumbo is ook mee. Ik heb hem meegenomen. Ga je mappen? Nou, we gaan er eerst even oplopen, kom. Oké, okay, het is sowieso nogal dik genoeg. Wow. Ja, die hamer in mijn bol. Als je een nieuw gebit kunnen kopen. Oh, dan moet je echt een kunstgebit. Wow, het is ziek dicht gevroren, of niet? Zo, kijk dan hoeveel gevroren het al heeft, joh. Maar ik denk dat we hier dat ijs weer hebben teruggeduwd. Daar kraakt het in één keer heel erg. Gisteren ook tijdens het schaatsen. Hadden we zoiets van, is het hier wel dik genoeg? Gio ging erheen met de ijshockey schaatsen. En wat hij doet om te testen is dit.
Holy shit. Ja, zo doe je dat. Maar ik ben wat zwaarder dan Gio, dus het heeft wat meer effect. Dit gaat fout vandaag. Kijk, als ik het doe, niks. Nee, maar als ik het doe, dan hoor je het in één keer kraken, jongen. Dat is niet normaal. Nou, ze zeggen krakend ijs is goed ijs, hè. Zullen we... Ja, we kunnen nog best wel ver het water op. Ja, maar die bellen, ik en die bellen dan ook diep. Die bellen daaronder, ja. Maar ik vind het wel een beetje spannend, hoor. Ja. Ik zal het je eerlijk... Ik ga wel. Doe maar voorzichtig. Kijk hem houden dan, die Daniel. Het is nog geen 5 centimeter. Ja, het is zeker wel 5 centimeter. Ja, het is echt dik, hoor. Alleen, we hadden echt schaatsen moeten hebben, want dit is gewoon echt wel gevaarlijk met het water. We moeten echt niet rennen vandaag. Nee, dan ga je onderuit. Ja, je gaat op de plaat. Dan val je zo op je scheeltje en dan barst je scheet lopen. Ja, dat is niet de bedoeling. Hey, dit is echt een ziek schip, hè. Dat kan ook gewoon vliegen. Zie je die vleugels? Ja. Ik zie het dan echt voor me, hè. Dat schip zo gaat varen en dan daarna zo... Als een butterfly in Pokémon. Gruwelijk. Zo, wat? Wow, yo. We hebben een probleem. Nu hebben we echt een probleem. We hebben een probleem. Wat? Ik zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren, ouwe. Wat gaan we nu doen? Die ijsvis vandaag. Ja, misschien heb ik nog gereedschap in mijn auto. Ik weet het niet. Anders moet ik een krabben. Wauw, maar dit is wel echt bizar, hoor. Nou, wat een klote hamer is dit. Sorry dat ik het zeg, maar dit is echt poepkwaliteit. Kijk dan, hij is helemaal verrot. Zie je dat? Ja, hij is veel te oud, deze. Dit is echt ongelooflijk, dit. Ik heb niet op film staan. Zo, kijk dan ook wat voor plas het hier is, hoor. Ja, maar alles gaat naar ons toe, lijkt het wel. Ja, ja. Nee, dit doe je ook gek. Ja, joh, het lijkt wel alsof het hier steeds meer inzakt. Ik vind het wel een beetje eng. Ja, ik vind het ook een beetje eng, want hier ligt veel minder water. Maar daar hebben we gestaan, dus alles ging daarheen. Ja. Dus het is wel aan het dooien. Zal ik eens even kijken hoeveel graden het is? En weet je wat mooi is? Gisteren, ik bellen met Daniel. Ik zeg zo van, ja, en ben je erdoor? Ja. Oh, want het mooie, ja, hij heeft zo'n klein gaatje. Ja. Maar ik ben erdoor, Zijn er gisteravond ook? Valentijnsdag, ik ben erdoor. Gisteren, ik met Daniel bellen. Ik zeg zo van, ja, hebben we een kettingzaag nodig? Hij zegt, nee. Ik heb die gaten al helemaal uitgezaagd. Komt goed, even een paar keer met de hamer tikken, zijn we er doorheen. Hij zit hier te krabben, jongen, die gast. Hij zit dat te houden, jongen. Jongen. Ik hoop niet dat die mensen hier op deze boot nog wel in een nest liggen. Dat zou wel een beetje lullig zijn, eerlijk gezegd. Ah, sommige mensen die hebben hun boot laten staan in het water. Echt zonde, hoor. Echt serieus zonde. Kijk, heel veel boten kunnen er tegen. En dit is ook zo'n boot die je gewoon laat liggen. Maar ik heb ook een paar van die kleine sportbootjes gezien en zo. Dat is echt zonde. Ja, helemaal onder het ijs. Dat is echt niet goed, hoor. Die moet je echt gaan stekken ergens. Hoe noemen we dat? Gaan loodsen. Ik vind het wel heel vervelend dat we net op de locatie zijn en dat ik nu al moet poepen. Dat vind ik altijd zo naar. Oh, dan waarom dan niet bij Daniels huis en dan nu een half uur later in één keer wel? Ja, ben je er doorheen? We kunnen hier vissen, hoor. Nou, gaan we met z'n zessen staan daar. Met een hengeltje. Met z'n zessen op hetzelfde plekje. Kijk dan, hij zit ook met zijn hand. We proberen het leeg te scheppen. Even het ijs eruit. Ja, dit is een prima plekje. Dit is wel een prima plekje, ja. Is het al dit hout van die hamer? Nee. Nee. Wat wij hadden gedaan, voor de veiligheid, hadden we allemaal riet erin gelegd. Dat volgende dag als de mensen gingen schaatsen. Dus in ieder geval dat riet zag uitsteken, dat ze hier niet overheen gingen schaatsen. Oh ja, maar deze zit er wel bijna doorheen, geloof ik. Oh, je ziet dat riet. Zie je nog hoe dik het is? Kijk dan. Hey, maar serieus, hè? Geen grap. Ik heb dit vaker gezegd. Als er ooit een keer shit losgaat in de wereld en er komt een zombie-apocalypse of wat dan ook, ik ga meteen naar Daniel toe. Ja. Ik zweer het je, deze man, hij heeft gewoon schijt. Kijk hem hakken, jongen. Hij is door. Ja, hoor. En in één keer zakt hij er zo doorheen. Wajo, gast. Je moet mij moeten werken, maar. 99 mining. Ja, dat is niet normaal. 99 fishing heb je al lang. Jij bent zo'n no-lifer die met 99 fishing 200 mil XP heeft. 200 mil XP, zeker. Shoutout naar de RuneScape gang. Let's go, man. Oh, echt waar. Een van de beste spellen ooit gemaakt. RuneScape. Wauw. Je hebt nu volgens mij ook weer oldschool RuneScape op je telefoon of zo. Ik ga er niet aan beginnen. Het is te verslavend. Maar het blijft wel echt een legendarisch spelletje. Nou, deze gaten gaan we dus gebruiken voor het ijsvissen. Dus dat wordt fantastisch. Met de kleine hengel, schoenmaat 45. Jammer.
Op zich, in één dag zou het ook niet zoveel slechter moeten zijn. Ik bedoel, het heeft dan wel geregend en er ligt wel een redelijke plas op het ijs. Maar niet zo erg dat je er doorheen zakt. Nog niet in ieder geval. Wel, als deze vlog online staat, dan kan het ijs misschien al weg zijn. Maar nu een dag na echt een dikke ijslaag nog niet. Ga je meteen proberen? Ik ga met je mee. Daniel zegt dat hij in een minuut een vis kan vangen. Zachtjes lopen, anders horen de vissen het. Ik ben echt benieuwd of jou dit lukt. Gast, deze zit dicht. Je wou eerst naar die gaan, ik zag het wel. Oké, daar gaat hij. Het is wel vet, hè, dat ijsvissen. Straks krijgt hij een dikke, dikke bak eraan, hè. Dat zou het zijn. Ja, dit is wel echt een geniale manier van vissen, hoor. Hé, jongens, wacht nou even, man. We zijn fanatiek. Snap ik, maar je doet het verkeerd. Oh, je doet het verkeerd. Wat doet hij verkeerd dan? Het is toch een hengel en een haakje, dat is het. Daniel gaat laten zien, kijk. Dit is een Zweeds ijsvisaasje. Ja? Dit is eigenlijk gewoon... Hey! En dit bedoel ik dus, dat we niet met z'n allen op hetzelfde plekje moeten staan. Heel aandachtig te luisteren. Nee, mag ik even filmen bij Daniel dat jullie wat naar achter gaan? Dit is een... Dit is een Zweeds aasje. Ja, dit is een Zweeds ijsvisaasje. Ja. En het is niks meer dan gewoon een stukje metaal. En eronder zit een kettingje met een gekleurd haakje. En aan dat kleine gekleurde haakje kan ik zeg maar een stukje worm doen bijvoorbeeld. En wat het is met die vissen liggen nu heel dicht op de bodem. En waarom doe je deze nu aan? Een beetje extra attractie. Dat ze nog echt wat te knabbelen hebben, zeg. Attractie? Hij begreep de woordgrap waarom niet, maar het maakt niet uit. Waarom? Oh, waarom? Waarom doe je die eraan? Oké, en wat ik nu doe is ik pak deze mega ijsvishengel. Ja. Die eigenwijze Shaiti is daar weer aan het proberen zonder wormpje. Maar maakt niet uit. Ik tik hem een paar keer op. Ik hou hem net boven de bodem. Wacht even. Pak laat zo. Tik. Het is wel vroeg in de ochtend, hè? Dus misschien zijn ze nog niet wakker. Misschien zijn ze nog niet wakker. Binnen een minuut zei je, hè, dat je eentje zou vangen. Ja, misschien is dat gaatje. 1, 2. En je hebt het gat een beetje gemaakt dicht bij de boot, omdat ze meestal bij de boom, bij de boot een beetje liggen. Ja, ook. En omdat de schaatsers niet heel dicht langs die boten schaatsen. Oh ja. Ja, want het is niet zo netjes om midden op het ijs eentje te maken. Mag ik een worm op? Hij heeft dat haakje in zijn broek zitten vanaf daar. Hoe droog zag dat eruit? Oh, oh, oh. Ja, ik wil het echt even live zien, mensen. Daniel heeft hem erin. We gaan in hetzelfde gat samen. Dat kan je ook niet vaak zeggen. Iets boven de bodem stilhouden. Nou, daar hebben we ze hoor. Dit zijn de Alibaba-versies. Jumbo, medewerker en Jochem Meijer. Maar dan van Alibaba. We hebben ze hier in de building, live. Hij heeft dat hengeltje ook vast als een soeplepel. Maar goed nieuws, ik word net gebeld. Er komt iemand een hamer brengen naar ons. Nice. Alle gaten openmaken en dan hebben ze waarschijnlijk heel snel gevuld. Ja, Daniel die heeft echt geluk dat er iemand blijkbaar is die daar op het hoek ergens woont. Dus dat is echt goede connecties weer. Stay connected, man. Stay connected, Blackberry, Bluetooth, alles. Ik ben chatting. Zo snel met MSN. Er is niemand die ik niet ken. Nou, ik hoop echt dat we wat gaan vangen vandaag. Ja, zeker vis. Gaan we hem één keer naar beneden zakken? Van boven? Zo, in de top. Een paar keer op, tik, 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 tik. En dan laat hem zo'n stukje boven de bodem hangen. Daar laat hangen. En dan voel je zo trrrk. En dan sla je aan en dan kan je of draaien. Ja, oh, dat was beet. Oh, ik had beet. Hoi, joh, ik had beet. Je zag, ik voel het goed, hè? Wel kans dat je bom eraf is. Kan ik het binnen halen? Ja, gewoon zo. Gewoon zoals je gewend bent. Gewoon zo en dan draaien. Oh, oh, je worm zit nee, mijn worm zit er nog aan. Ik had beet. Ja, ja, weer. Wow, er zit veel bij je heen. Kijk dan, kijk mijn toffe hengel. Je hebt er één, je hebt er één. Heb ik er één aan? Ja, ja. Ja. Hey! Vast. Heb ik een visbeet, zit hij vast. Yay! Oh, zie ik nog steeds vast? Ja, jezelf. Wat een schatje. Dames en heren, mijn allereerste vis. Dit is wel echt een hele mooie baars, hoor. Oh, yo. Check deze vis. Ik kan hem geen eens in zijn mond pakken zo. Zo klein is die. Wow. Dit is mijn allereerste vis, dames en heren. Yeah. Let's go! Yeah! Woo. Kijk hoe schattig. Bizar, hè? Lekker al. Zo schattig. Kusje. Kusje geven. Doen we weer terug. Daar gaat hij. Komt hij? Hele mooie release, dit. Hey. Zie je, ziek? Ja, nice. Wow, lijp, hé. Hey. Yes! Lekker. Let's de go. Eerste vis van de dag, hé. Echt geinig. Met, door het gewoon, met zo'n... Gewoon... Klaar. Sprakeloos. Prachtig. Maar nu nog een dikke kanon. Oké, dames en heren. Er is zojuist een wapen op het ijs gekomen. Dit is het nieuwe Fortnite wapen. Ik zou zeggen update Fortnite allemaal even. Dit is niet normaal. Dit is een of andere gekke honkbalknuppel, maar dan vol in ijzer. Dit is top, dank u wel.
Ja, ik ben de eerste. Eén baarsje. Ast, kijk dit op. Het wapen van Koolhoorn. Okay. Nou, gaan we in een kring staan. En dan doe jij keihard zo op het ijs. Kijken wie als eerste er doorheen zakt. Okay, als Daniel een gat open heeft, ga ik meteen mijn hengel erin stoppen. En dan ga ik daar vis vangen. Oh, dit is wel een beetje hard lawaai. Hè? Als jij hem even filmt, dan probeer ik hier nog even iets te vangen. Hé. Hey. Hoppa. Zo, dit is makkelijk. Kijk, dit is top, hè? Want hij laat dat dingetje er ook nog eens even in zitten. Zo. Hoe blij ben je? Kleine blij. Kleine blij. Kijk eens even. Hey. Echt blij, man. Wat een topper. Gaan we snel weer terug doen? Ja, wel snel. Ja, maar... Dus de haakje zit in zijn handschoenen. Hier, kom. Niet bewegen. Nee, die zit goed vast. Met de haak. Pas op de hengel. Is dit je eerste, ja toch? De eerste, ja. Ja. Blij mee. Lekker wat. Kom maar, jongen. Nou, dan gaat hij. Papa. Hoppakee. Daniel heeft er ook één. Dat is ook wel mooi, hoor. Kijk, is heel mooi gestreept. Zie je dat? Ja, deze is echt nice. En hij heeft een soort van niet symmetrische, tenminste niet mooi verdeelde strepen. Hier twee heel dicht bij elkaar. Nice, gast. Hoep, gaat ie. Hoppa. Zullen we kijken of we met z'n drieën in één gaatje een vis kunnen vangen? Ja, dat zou mooi zijn. We zitten hier nu wel met z'n drieën inderdaad. Ja, maar het moet hier ook wel wat lopen. Ik kan het Wow! Lekker, man! Gast! Wow, joh! Dit is de dikste! Lekker, ze zitten allemaal in dit gat hier. Zo, ik ben helemaal mooi. Wow, check deze, hé. Die is echt nice. Ja, dit is de grootste tot nu toe. Dit is wel gewoon een degelijk visje. Ja, man. Dit is gewoon mooi dik, hoor. Hé, hey. Ja! Hey. Wow! Wow. Wow. Ja. Lekker, man! Kijk. Wow, dit ging snel. Lekker, man! Hoppakee! Hey. Kijk dan, zijn eerste visie. Let's go, bro, let's go. Je kan zo één duimpje zo in zijn mond doen. En dan kan hij niet zoveel. Hé! Hey. Het voelt iets scherp, het is mini tandjes, maar wow. Dat is niet... Hé, hey, zegt hij meteen. Rustig, maat. Kijk eens even. Zo, de visfoto is er altijd zo. Lekker, maat. Ja, dan gaat hij weer terug. Nou, dan heeft iedereen nu eentje gevangen. Ja, jij al twee. Ja, oh ja. Twee. Let's go. Wow! Hele post, man! Ja, het is een hele post, een hele dikke. Wat? Wat heeft Noël gevangen? Wow, die is vet, hé! Is dat een soort jopie? Nee? Euro vol van baas. Wat zeg je? Euro vol van baas. Kijk, we doen op dit moment een wedstrijd tussen de drie heren. Snelste een vis vangt. Ja, wie het eerste erin heeft. We hebben ze er alle drie weer in. Alle drie in hetzelfde gat. Dat is wel spannend. Mooi, hoor. Ja, dit is leuk, hè? Ja, is wel leuk. Iedereen vindt het leuk als je vis vangt. Ja, dat is wel waar. Nee! Ah, dat is je wat beter. Ja, 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 Noël! Zo! Lekker, maat. Pa, hé, dit gaat snel. Hé, het is mijn maatje. Hé, hey, hij heeft een wormpje. Ja, nou, die mag je meenemen. Hé, hey, alsjeblieft, maatje. Lekker eten. Voorzichtig het gaatje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hé, hey, hij ging wel mooi weg, hè. Let's go. Oké, jongens, dan gaan we weer. Battle. Hé. Hey. Ook dat hengeltje van jou, hé. Ja, dit laat is zo even, klein. Laat die techniek eens even zien. Hoe doe je dat? Hou je een tik? Gast. Show je een keer uit, man. Oei. Oh. Ja, daar komt ie. Er zat bij mij eentje bij. Als we nou beter hebben op die snoekhengel, niet tegelijk naartoe rennen. Even rustig naartoe lopen. Ja. Hebben? Oh, worm eraf. Ja! Grote! Ja, dat is de camera, staat aan. Oh, meen je niet? Oh, dit is de grootste misschien wel tot nu toe. Hoppakee, dames en heren, deze is ziek, hé. Nee, hij is gezond. Oh. Maar het is wel echt een ziek mooie visie. Kijk dit dan, mensen. Dit is toch geniaal met dit hengeltje. Kijk dan, heb ik deze vis gevangen. Hoe geniaal is dat? Nou, de grootste tot nu toe. Ja, super vet. Ik voelde ook een goede tik erop, hoor. Toen wist ik meteen, dit is raak. Oké, we gaan hem weer vrijlaten. Komt-ie, 1, 2. Hoppa. Oh, hey, later. Ja. Ziek, hoor. Deze jongens wilden zo graag knakworst. En let op wat hier gebeurt. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. En ik ben echt gek op knakworst, hè? Dat weten jullie. Bolletjes met knakworst, beetje ketchup, soms een beetje mayo ook erbij. Lekker gemixt, heerlijk. Maar ik ben niet zo gek op knakworst dat ik dit zou doen. Maar deze twee gasten wel. Ze zijn serieus. Bij de winkel hebben ze vaccinelichtjes gehaald. Die proberen ze nu aan te krijgen allemaal in de regen. Echt helemaal top. Ze gaan elke keer weer uit. En ze hebben dan hier... Hebben ze serieus
serieus, dit kommetje hebben ze gekocht bij de supermarkt. Dit is geen grap, hè. Ze hebben serieus dit kommetje gekocht voor de supermarkt. Ze hebben er knakworstjes in gedaan. En ze zijn hier een soort van overlevingspakket aan het maken. En dan straks zetten ze deze op de kaarsen. En dan hopen ze dat het warm wordt. Gaat het serieus lukken, denk je? Ja, dit gaat 100% zeker lukken. Echt? Jongen, je kent ons toch? We zijn MacGyvers. Oh, kijk ze nou. Wacht, Shahid. Dit noem je nou beunhaaspraktijken. Wacht, Shahid. Er moet wel ook nog lucht bij komen. Jezus, Mina. Nou, ik laat jullie straks weten of dit gelukt is. Oké, dames en heren, we hebben nu echt iets geniaals. Ook al is het wel een klein beetje minder geniaal, omdat we wilden serieus, en het was ook eventjes gelukt, mijn telefoon wilden we connecten met de GoPro. En je kan dan serieus op je telefoon live zien wat je aan het doen bent. Maar het wifi-signaal kan niet verstuurd worden onder water. Dus zodra de camera dan onder water gaat, is de preview, dus wat we zien op de GoPro, is meteen weg, dat beeld. En dat is natuurlijk super zonde, want we hadden gehoopt dat we een live aanbeet konden volgen op de telefoon en dan gewoon de vissen konden zien en dan nu trekken en dan trek je en dan heb je beet. Nou, dat is niet gelukt. Maar wat wel aan het lukken is, is dat ik dus een hele lange GoPro stok heb. Daar hebben we een visdraadje aan gedaan met een haakje en een wormpie. En nu proberen we op deze manier aanbeet te krijgen op de camera. Gewoon van super dichtbij. Want de camera hangt dat aasje hangt ongeveer zo'n stukje van de camera af. Hoe geniaal zou het zijn als we hier een visje mee kunnen vangen? Ja, het is mogelijk. Het is mogelijk. Zeker mogelijk. En dat is waar Daniel en ik nu al een tijdje mee bezig zijn. Het wormpje zit er wel aan. Kijk, want via hier zie je gewoon het beeld. Zie je? Dus je kan gewoon live aanbeet krijgen. Oh, dat zou zo mooi zijn, hè? Ik hoop het zo erg. Er zitten in ieder geval genoeg vissen. En dat kan je nu ook wel zien. Dit zijn beelden die ik zo net al eerder heb gemaakt. En op deze beelden zie je heel erg goed dat er genoeg baarsen zitten. En dat ze ook nieuwsgierig zijn. En één keer heb ik zelfs gehad, en dat zie je nu ook. Er komt een vis, die komt dichterbij. En die hapt hem. En die gaat keihard weer weg. En dan zie je ook dat er allemaal zand of zo van de bodem helemaal gaat kolken. En toen haalde ik hem omhoog, maar dat was helaas te laat. En daarom dacht ik ook, ik verbind hem met mijn telefoon, want dan ben ik niet meer te laat. Dan kan ik precies zien wanneer die hapt en dan trek ik hem omhoog. Maar ja, wifi gaat niet door water helaas. Nou goed, we blijven het nog wel even volhouden. We blijven het gewoon proberen. En ik hoop serieus dat we straks in één keer beet hebben en dat we serieus gewoon een vis aan de GoPro stok hebben. Dat zou grandioos zijn, echt waar. Zoals jullie weten ben ik niet zo'n opgever. Dus we gaan goed doorzetten en ik denk eigenlijk wel dat het gaat lukken. Ondertussen is Noël hier bezig. En dat gaat lekker, hè, maatje? Niet normaal. Hoeveel heb je er al gevangen? Nee, wel tegen de 10. Oh, groot jongetje hier zo. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker zo doorgaan. Maar hij zit er wel aan. Yes. Super vet. Kijk dan. Deze mini. Dames en heren, zoals jullie net zagen op de GoPro, is het serieus gelukt. Daniel en ik hebben met z'n tweeën gewoon heerlijke teamwork het voor elkaar gekregen om een vis te vangen met de GoPro. Ja, echt ziek. Gewoon met de GoPro stok, lijntje eraan. Echt fantastisch. Het is gewoon gelukt. Zo bizar. En je zag ook gewoon hoe spannend het was en hoeveel vissen hem beet hadden. Maar daarna gewoon weer losschudden. Dat was echt bizar. Knap eigenlijk wel van die vissen. Ja. Het is niet normaal hoeveel daar liggen, jongen. Ongelooflijk. Maar wat ook ongelooflijk is dat het serieus Shahid en Daniel gelukt is om de knakworstjes warm te krijgen met vaccinelichtjes. Dus check dit gewoon even. Oi, oi, oi. Kijk. Het is gewoon helemaal aan het stomen. Oh, er staan nog maar twee aan. Nou, hier even een lekker broodje. Hoppakee. Wil jij er twee voor me opdoen? Tuurlijk. Moet je nog sausie? Ja, lekker man. Dat is een lekker sausie, hoor. Amerikaanse saus. Niet te veel, hoor. Een beetje die Mackey saus. Zo, lekker hoor. Ja, drie of zo erop. Ja, drie. Oh, lekker. Ik hou mijn vingers nog even in dat water. Het is warm. Dan. Oh, lekker man. Nog eentje extra dan maar. Ja, ik had ook vier. Hier zo. Ja, lekker man. Zo, wat een middag is dit, of niet? Echt top. Oh, lekker hoor. Koud, maar wel een beetje warm ook nu. Zo, daar gaat hij. Bijna dood. Oh, heerlijk hoor. Echt de meest vreemde manier om knakworstje te eten, maar prima. We doen het ermee.
Check deze dan, mensen. Die is echt wel nice, hoor. Het is niet de grootste van de dag, maar het is zeker wel een mooie vis. Het is een mooitje. Hij is mooi gestreept, mooi gekleurd. Mooi vinnetje. Ik ben er helemaal blij mee. We hebben er ongeveer nu zo'n 50 gevangen vandaag. In de ochtend en nu middag. Dus dat gaat super lekker. Ik ga deze weer terugzetten. Ja, lekker bezig. Ga ik proberen toch nog even eentje te vangen. Ja, dat is wel verslavend. Ja, het is verslavend. Dat heeft Noël ook toegegeven. Ja, als je eenmaal eentje vangt, dan wil je gewoon doorgaan. Ik begon niet aan een broodje knakworst. Ik wou hem vangen. En ja, hij zei ik ga niet eerder een broodje knakworst eten dan dat ik een visje nog heb gevangen. Nou, zo verslaafd kan dat zijn. Hoppa. Let's go. Later. Ja, ja? Kom, dikke. Hey. Kijk dan wat een dikke. Dikketje. Ik heb al twee dikke achter elkaar, hé. Oh. We weten dat die vissen daar liggen, omdat we natuurlijk met de GoPro daar hebben gefilmd. Hoe nice is dit? Oh, die is wel een stukje groter, hè? Die is weer nice, hè? Ja, dat is echt een nice. Klein stukje groter. Ja, ik heb nog steeds wel een grootste van de dag, denk ik. Hij heeft wel minder vintage, of kwam dat door jou? Nee, maar dit gaat nog helemaal zo omhoog. Ja, wist ik wel natuurlijk. Ja, dat is de aanvalsmodus dit. Oh ja, nu houdt hij hem ook omhoog. Ja, dat is serieus zo. Oh, echt? Dat is de aanvals- en verdedigingsmodus. Oh, zie ik. Komt-ie. Release. Hoppa. Hey. Lekker hoor. Super blij voor, let's go. Nice man, super leuk. Ja, sowieso. Echt blij mee. Nieuwe vorm. Oh. Ja, het glad. Het is glad, dan komt hij nu pas achter. Nee, maar jij past precies hierin, geloof ik. Ja. Zo, wap. Het was in de auto weer onderweg naar het huis van Daniel. Echt even weer lekker warm. Maar nu buiten is het weer fris. Maar we gaan gelukkig snel weer naar binnen. Voordat we naar huis gaan, gaan we nog even lekkere warme chocolademelk drinken. Oh, echt zin in. En nog even de pot onderscheid hier zo. Zag je Francis kijken? Nee, maar wel serieus, ja. Ik vind dit... ik dacht heel even... Oké. Wat ben je aan het kloppen dan? Slagroom. Daniel die zei, slagroom is op, geen probleem. Noël, jij gaat slagroom maken. Hey, wel een beetje doorroeren, want de lucht moet eruit. Dus nu is Noël proberen slagroom aan het maken. Het ziet er goed uit, hoor. Nou, het begint ergens op te lijken. Geen klontjes. Je moet kloppen. Nee, ik moet kloppen. Ik heb nog nooit geklopt. Je zit zo. Je zit aan het roeren. Wat is kloppen dan? Kloppen is zo'n beweging. Ja, subtiel hoor. Kijk eens even. Maat, proost. Bedankt voor de leuke tips en de tricks met ijsvissen. Ja, lach toch? Eerste keer in mijn leven en dat in Nederland. Ik vind het geniaal. Mooi. Echt waar, ik vond het leuk. Thanks, maat. Red. Wat vind je nou leuker, tv kijken of aquarium kijken? Aquarium kijken. Ja, omdat je tv gewend bent. Dan is dit een keer wat anders. Ja, het is gewoon ontspannend, rustgevend. Gewoon natuur onder de water. Ja, geniaal. Net zoals die GoPro-beelden die ik heb gemaakt met Daniel. Kijk, daar hebben we Jopie. Oh, Jopie. Oh, nee! Daar was Jopie. Hij zit daarachter nog. Zien jullie hem? Jopie is een... Jopie is een beetje verlegen. Ja, kan ik de GoPro in het aquarium doen? 100%. Tuurlijk. Echt? Ja, tuurlijk. Oh, sick. Dan ga ik dat even doen. Dan doe ik even mijn GoPro even bij Jopie daar zo. Ja, je kan ook die baars en die snoek filmen. Kijk, daar is Jopie. Hey, Jopie! Wil je toch wel in de vlog? Ik wil eens zien wat die vis is. Kijk. Wow, Jopie zit te eten. Lekker, hè? Hij zit tussen de Fransen en... Kijk dan. Hoppa. Jopie is echt geniaal. Die vind ik echt leuk. Deze snoek blijft ook gewoon magisch, hoor. Weet je hoe gruwelijk? Gewoon een snoek is een aquarium. Kijk dan hoe mooi die is. Wat een sniper shot, hè? 360. Hij raakte perfect. Die was echt ziek, hoor. Ja, dat was leuk. Die was echt niet normaal. Nog eentje. Ik ren naar zijn auto. Op eens op! Hey. Hij kopt hem. Hey. Kijk uit. Oh, oké. Pas op. Hij houdt Hey, ciao. Kijk eens aan, dames en heren. Ik heb zojuist van een fan een Pokémon pakje gekregen. Dat heb ik al lang niet meer opengemaakt. Ik zei al tegen haar van wat nou als ik een kaart eruit trek die 100 euro waard is. Zij zei, maakt niet uit, mag je hebben. Oké, nou ik heb hem opengemaakt. Oh, dit is een fun pack. Er zitten maar 3 kaartjes in. Dus dat is niet heel veel. Maar toch een glimmende. Maar laat het lekker niet aan jullie zien. Dat is de gratis pack die je erbij krijgt. Nee. Ja, dat klopt. Dit is zo'n gratis fun pack. Ja, die krijg je ergens bij of zo. Kijk wat ik heb gekregen. De dennen. Geen idee. Nog nooit van gehoord. De dennen. En 2 andere.
Super blij mee, dankjewel, heel lief. One eternity later. Eerlijk is eerlijk, heb je het leuk gehad? Dat was super leuk. Helemaal echt gezellig. Ja, was lachen toch? Ja, was echt top. Ik wil een beetje inkakken. Hé, hey, wie wil er in mijn auto komen? Hé? Dat is Myron! Myron! Hi Myron! Hallo! Hi! Oh, ik moet zo nodig plassen. Ja, nou, we zijn allemaal weer tegelijk terug. Dit was niet gepland of zo, maar Myron die belde mij en die zei van, hoe laat ben je terug? En toen zei ik van, 6:02. Oh, ik 6:05. Nou. Ja. Ziek, ideaal. Dus ik even wachten en Myron mee naar binnen. Nou, toppie. En Myron die heeft lekker eten besteld. Oh. Ah, zo lekker. Lekkere pasta. Oh, lekker. Ja, lekker, lekker. Het is over 10 minuutjes. Oh, goede time over 10 minuutjes. Perfect. Yes. Nou, daar zitten we dan met z'n drietjes op een rij. Heerlijke spaghetti. Of wat zeg ik nou dan? Pasta. Nou, dat is ook een spaghetti pasta, maar dit is pasta pennen. Hey. Oh nee, dit doe ik vandaag. Ik heb nog eventjes op de computer gezeten en nu ga ik lekker mijn nestje in. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik betrap me trouwens echt heel erg veel op dat ik zo vaak mijn thermokleding aan heb. Maar het is gewoon zo lekker. Ik heb nu ook weer de hele dag dit complete pakje van thermo aangehad. Maar echt zo nice. Ik krijg daardoor echt gewoon niet zo snel koud. Gewoon vandaag. Het enige waar ik even kou had waren mijn handen en mijn voeten een beetje. Omdat, ja, er stond wel zo'n laag water ongeveer elke keer op het ijs. Dus op een gegeven moment krijg je dan wel kletspoten. Maar het was echt genieten. Ik vond het superleuk. Hopelijk hebben jullie ook genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! No power!